Vind jij het lastig om iemand aan te spreken? Dat hebben wel meer mensen. Maar voor goede communicatie, zowel binnen teams als bijvoorbeeld in je privéleven, is het wel af en toe nodig. Feedback is nuttig wanneer er echt een negatief patroon bestaat, dus als iets echt vaker gebeurt, of als het heel erg urgent en belangrijk is. Hoewel feedback heel erg nuttig kan zijn, zien we ook vaak dat het niet goed aankomt of dat er zelfs een stressreactie ontstaat bij de ander. Dit komt omdat feedback de nadruk legt op wat er mis is gegaan en op het verleden. En dit komt niet altijd even overeen met ons zelfbeeld. En daarom vinden we het lastig om feedback te ontvangen. Vanuit de positieve psychologie wordt er gesteld dat het effectiever is om te focussen op wat er wel goed gaat en op de toekomst. En op die manier kan je dus wel dingen aankaarten die beter kunnen, maar staat iemand daar meer voor open? En dat doen we via feedforward. Dus wanneer kan jij gebruik maken van feedforward? Dat is als je merkt dat het geven van feedback toch best wel lastig is en dat het voelt als een drempel. Als je duurzame en langdurige samenwerking met iemand hebt. En als het minder urgent is. Dus dat je de rust en de tijd hebt om dit te bespreken met iemand. Dus wil jij feedforward uitproberen? Gebruik onze GPS-methode. De eerste is het gezamenlijke doel. Dus wat is voor jou en voor je team of een collega belangrijk voor de toekomst? Dus bijvoorbeeld als je met iemand samenwerkt die heel veel dingen naar zich toe trekt, dan kan een gezamenlijke doel zijn dat je iets meer balans creëert in jullie samenwerking. De tweede is dat je het positief houdt en dat je de kwaliteit van de collega benoemt. Bijvoorbeeld dat je het heel erg fijn vindt dat iemand heel erg gedetailleerd werkt en iemand het overzicht behoudt. En de derde is de suggestie om het doel te bereiken. Je zou bijvoorbeeld kunnen vragen, hoe kan ik je iets meer helpen? Of je kan echt werkelijk een suggestie geven door te zeggen, is het een idee dat we de taken iets meer verdelen? Door deze positieve insteek van de GPS en de feedforward methode ontstaat er een stofje in jouw brein. Dat is oxytocine en ook wel het knuffelhormoon. Dus je brein staat veel meer open en je luistert veel meer naar wat de ander te zeggen heeft. De ander staat hierdoor ook meer open voor een suggestie van verbetering. En zo zorg je ervoor dat je dus wel iets kan aankaarten, maar makkelijker dat gezamenlijke doel bereikt. Dus wil jij groeien als team en iemand misschien aanspreken? Gebruik onze GPS-methode en zorg ervoor dat je een positieve weg inslaat met feedforward.